Bibliotheek De Hub op Flora heeft vandaag internationale voorleesdag gevierd met kinderen van de buurt. Behalve dat de vrijwilligers hebben voorgelezen, hebben ze ook spelletjes gedaan met de kleintjes. Normaal is de bibliotheek elke zaterdag open, maar vandaag was een speciale dag omdat er een aparte ruimte in gebruik is genomen voor ontspanning. De kinderen kunnen nu ook meedoen met danslessen, vertelt Anouska Blanca, secretaris van De Hub. Vandaag is dus de bieb open. Er zijn kinderen die de afgelopen weken hun boeken hebben geleend. Die zijn vandaag hun boek terugkomen brengen en gaan weer lenen. Er zijn kinderen uit de buurt hier die komen voor de danslessen. Maar wat we merken elke zaterdag is dat kinderen wanneer ze een boek hebben geleend, dat ze dan naar je kijken. Oké, wat gaan we nu doen? En wat we gaan doen, dat spontaan spelen we een spelletje. We lezen voor, we doen heel veel dingen met woord. We schrijven vaak of noem maar op. We houden ze gewoon bezig. En ze blijven hangen en dat vinden ze gezellig. En die ownership die ermee komt, vinden we geweldig. Want behalve dat ze komen voor de gezelligheid, hebben ze ook zoiets van, hoe kan ik helpen? Mag ik een boek zetten? Mag ik dozen showen? Dat is wat er gebeurt. En dat willen we ook heel graag zo. Wordt er veel gelezen? Wat is jouw indruk als je zo kijkt naar hoeveel mensen naar binnen komen? De aanloop is heel groot. Zo groot dat ik een oproep wil doen. Als je vrijwilliger wil zijn, kom ons alsjeblieft helpen. We hebben extra handen nodig. We komen echt handen tekort. Het enthousiasme van de kinderen doet Blanca heel goed. Hoe meer er wordt gelezen, hoe meer wijsheid er wordt vergaard, zegt de secretaris van de Hub. We hebben kinderen die natuurlijk de straat oversteken en niet zo ver wonen. En dan rennen ze er hier naartoe en blijven dan ook gewoon de hele tijd met ons. Maar opvallend genoeg en heel mooi ook, is dat er hele gezinnen hier binnen lopen. En dat ze met elkaar gaan voorlezen en elkaar adviseren over boeken. En vertellen, oh dat boek heb ik gelezen en deze ken ik. Ja, dat gaat heel erg goed. Wat betekent lezen voor jou, Anouska? Ik hou van woord. Ik hou heel erg van woorden. Zelf ben ik freelance journalist, dus ik vind het gewoon gezellig. Ik vind het leuk om woorden te lezen, te schrijven, te begrijpen, nieuwe woorden te kennen. Ik ben helemaal trots als ik een nieuw woord heb geleerd, maar dan vind ik gewoon dat ik het moet zeggen. En iedereen die dat maar wil horen. En dat is wat we ook hier willen meegeven. Ons bestuur bestaat uit 5 dames. En allemaal hebben wel iets te maken met woord op een bepaalde manier. Dus die expertise zit er goed in verschillende vlakken. Woord is heel erg belangrijk. En daarom De Hub, kom lezen. Kom, laten we gezellige dingen doen. Laten we discussiëren. Anouska Blanca, secretaris van De Hub. De bibliotheek van Flora heeft vandaag internationale voorleesdag gevierd met kinderen van de buurt.